good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel de best geklede man van Nederland. Wat legendarisch dat jullie er zijn, meid. Hey, doe even rustig nou, Aal. Even rustig. Even rustig. Even rustig. Het is zaterdagavond. Terwijl iedereen lekker uit is, lekker aan het chillen is, iedereen lekker aan het genieten is van zijn vrijheid, ben ik thuis met de twee meest epische katten ever. En een camera en een lamp. En dat is het eigenlijk. En Google Home. Ik heb dus dit ding gekregen. Dat is... Hey. Hey, Google. Kappen nou. Oké, ik stop. Stop dan! Dit is niet gesponsord, absoluut niet. Ik krijg niet betaald op een of andere manier, maar ik heb dit ding gekregen voor kerst. En het is fucking epic. Hey, stop nou even! Hey Google, stop muziek, bitch! Als ik bijvoorbeeld dit doe, hey Google, vertel eens een leuke mop. Hey Google, vertel eens een leuke mop. God! Hey Google, weet je nog een leuke mop? Wat deed Pinocchio toen iemand hem een leugenaar noemde? Hij maakte een lange neus. Vertel eens een betere mop. Ken je deze al? Waarom had de koning zo'n kiespijn? Zijn kroon was gebroken. Comedy! Dit is echt... Hey Google, stop met muziek afspelen. Je kan... Het is een redelijk eens... Google, stop met muziek! Hey Google, stop muziek. Kappen nou, klaar. Ja, het is een vrij eenzijdig gesprek. Maar als je alleen thuis bent, dan is het best wel grappig. Hey Google, wie is de best geklede man van Nederland? Dat is Gio Lotto. Edgy! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zo, wat een introductie was dit zeg. Je hebt het misschien al in de titel gezien. En misschien heb je het ook wel voorbij zien komen. Maar ik ben, door shownieuws ben ik verkozen tot, tot best geklede man van Nederland 2018. En daarom dacht ik doe vandaag speciaal even mijn kraagje goed. Want het is een bijzonder moment. Ik pak hem er even. Dit is hem! Ik ben officieel bekroond tot best geklede man van 2018. Ik vroeg me af, hoezo? En ik ben niet ondankbaar, hè. Ik hou ervan. Ik ben super dankbaar. Oké, nu komt even het praatje. Ik ben heel erg dankbaar voor het feit dat ik deze award mee naar huis mag nemen. De Peak Fine Award 2018. Ik had nooit verwacht dat ik verkozen zou worden tot best geklede Nederlander. Ik wil graag Sony's bedanken. Ik wil Nina bedanken die altijd zo fel tegen mijn kledingstijl is. Ik wil alle haters bedanken. En ik wil ook je moeder bedanken, want gisteravond was super gezellig. Wat ik vandaag ga doen, ik ga eventjes het item terugkijken van het moment dat ze bij mij langskwamen. Want ik wist niks. En op een gegeven moment komt Mike de Boer. Mike de Boer. Mike de Boer. Mike de Boer. Mike de Boer kwam langs en hij kwam even deze award overhandigen. Ik dacht echt, hè? What the fuck is this, man? Geloof het of niet, maar ik heb de rauwe beelden van SBS gekregen. En daar ga ik gewoon een beetje doorheen skippen. Mike de Boer, take it away. Nederlandse klemmer, omgezeten in de auto. Ik ga de Peak Fine Award uitreiken vandaag. En hij weet van niks. Oh, hij weet van niks. Inderdaad, ik wist echt van niks. Let's go. Oh, spannend. Oh, spannend. Kelvin. Hi. Ik heb een verrassing voor je. Oké. Okay. Wat is het? Nou. Mijn hoofd. Ik haal mijn hoofd op zulke momenten. Dat is echt zo carny act hoofd. Echt zo. Oh, ik weet niet wat dit is. Maar ik lach maar gewoon. Want het zal vast wel goed zijn. Wij zijn elk jaar altijd heel druk bezig met het kiezen van de beste geklede man van Nederland. Ja. Van 2018. En waarom ben je hier dan? Wat is dit? Ook al fijntje. Wat ben je toch weer sympathiek. Tuurlijk, alles wijst erop dat hij dan naar jou gaat, maar je kan niet zeggen, oh ja, ik ben het sowieso, man, Blauwe Comedy Award. En laat jij nou die prijs gewonnen hebben. Echt? Ja. Hou op. Kijk eens, de Peak Fine Award. Echt waar? Omdat je er altijd piek fijn uitziet. Omdat je er altijd piek fijn uitziet. Fuck jullie! Iedereen die zegt dat ik er anders uit moet zien. Fuck jullie, man. I got approved by Mike de Boer. Ja, weet je, wat ga je zeggen? Ik bedoel, deze is voor Nina. Nina, al elk moment dat je bij mijn kledingkast stond en zegt, Kelvin, wat je nu weer aandoet, dat kan niet. Fuck you. Oké, dat is niet aardig om te zeggen. Ik hou van je. Maar, ja, laat me even genieten van dit moment. Hey, luister. Even over kleding. Hoe omschrijf je jouw stijl? Ja. Hoe omschrijf je je stijl? Hè? Hoe kun je... Wat zeg je dan? Casual en clever. Fun en surprising. Awesome en tricky. Ik weet ik veel. Hoe omschrijf je stijl? Gewoon, mezelf. Hoe ik me voel. Zo! Wat een fucking cheesy motherfucker ben ik. Hoe ik me voel. Gadver. Gadver, Kelvin. Wat ben je... Jezus, gozer. Ik heb alle rode lopen zitten bekijken. Ook leuk. Ik ben 22. Ik kan me nog niet eens scheren. Kijk, even, dit is gewoon... ik scheer wondjes
all over the place. National television, Calvin Ridley. Ik heb alle rode lopers bekeken en alles wat je op YouTube doet. En echt, ik vind jouw kledingstijl waanzinnig cool. Ik vind jouw kledingstijl waanzinnig cool. Ik vind dat ook, ja. Ik ben waarschijnlijk de enige die dit mooi vindt, maar die woorden bij elkaar, waanzinnig cool. Dat is gewoon zo niet waanzinnig cool. Mike, ik doe gewoon maar wat en dan schijnbaar vinden mensen het vet of ze vinden het verschrikkelijk. En doe het na. Ja, is dat zo? Ja, zeker weten. Ik zie dat constant gebeuren. Oké, okay, nou, dat zie ik dan wel als compliment. Maar krijg jij dan überhaupt wel eens telefoontjes van mensen waar het vandaan komt en ja, wat zijn de vragen dan? Wacht even, heel terugspoed. Wat voor vraag is dit? Überhaupt wel eens telefoontjes van mensen waar het vandaan komt en ja, wat zijn de vragen dan? Krijg je wel eens telefoontjes van mensen waar het vandaan komt en wat zijn de vragen dan? Wat is dat voor vraag? Krijg je wel eens telefoontjes van iemand, van mensen die zeggen dat ze het willen en hoe dan en waar gaat het dan over? Het is niet dat ik een mailbox heb overlopen van mensen. Even dat krabbetje hoor, even een krabbetje. Een mailbox heb overlopen ja, van mensen. Ja, even kriebelen. Even kriebelen. Ja, ja, even kriebelen. Moet ook gebeuren. SBS6 of niet, maakt niet uit, gewoon kriebelen. Ik dacht zo een jaar geleden, nou laat ik maar misschien wat meer uitpakken kan kleren. En dan doe je dat de hele tijd en denk je, nou, volgens mij vinden mensen wel leuk. Maar als mensen het niet leuk vinden, dan is het ook prima, weet je. Maar woon je in de buurt eigenlijk? Hallo, ik was midden in een verhaal, maat. Ik was mijn verhaal aan, ik was mijn betoog aan het houden. En zeg je, woon je in de buurt of niet? Mag ik je kledingkast even zien? Jawel. Ik neem Mike de Boer gezellig mee naar huis. Dit wordt mooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens in de 3 maanden dat ik gewoon echt allemaal mijn zooi eruit haal en dan weg doe. Dit is echt. Kijk hoe droevig mijn kledingkast ook is. Op een gegeven moment dacht ik dat je een soort van jurkje aan had. Maar dat was dan een witte trui omgeknoopt of zo. Denk je daar dan over na? Over dat soort dingen? Wat ben je mij aan het roosten, maat? Je hebt me net een Peak Fine Award gegeven. En nu wordt het gewoon 20 minuten roast. Ja, je hebt hem wel gewonnen. Maar je hebt echt rare shit, maat. Daar gaan we hoor. De kast gaat open, dames en heren. Pak maar uit het cadeautje. Oh ja, deze is wel mooi. Deze heb ik net. Oh my god, man. Dat lijkt wel confetti wat hier hangt. Dat lijkt wel confet. Ja, het is wel waar. Je hebt wel een punt. Zo voelt het een beetje. En hoe lang ben je al kleurenblind? Zo, shots fired, bitch. Holy shit. Hey, maat. Ik laat je in mijn huis, ja? Je mag in mijn huis. Gezellig kletsen over kleding, dan ga je niet eigenwijs lopen doen, vriend. Wat denk ik tijdloos is, en wat ik ook niet elke dag draag, maar wat ik wel altijd epic vind, is dit. Oh, dit is zo schuw. Dit is fantastisch, jongen. Heb ik nou serieus aan deze jongen net een Peak Fine Award uitgegaan? Je komt kijk, gewoon... Gozer! Die tuinbroek is keihard. Keihard, man. Je kan niet haten op die tuinbroek. Chris. Met een tuinbroek aan, waar ik in de jaren 80 mee gelopen heb. Ja, het is toch stoer? Ja, kijk even naar jezelf, Mike, met je glitterpak. Wat? Dat is toch mooi? Goed, de minuten daarna is gewoon een verzameling van Mike's opmerkingen over mijn kledingkast en ik die mezelf aan het verdedigen is. Maar ja, weet je, uiteindelijk heb ik hem wel gevolgd gekregen, dus ik vond het, een hele interessante ervaring eigenlijk. Wat is dat nou weer van rare opmerking? Wat heb ik dit echt gezegd? Jouw kast is legendarisch. Ja. Ik ben jaloers, dat zeg je dan. Ja, ja. Nou, ik had wel wat meer meters verwacht, maar Okay. Ja. Het is goed. Zo, Oké, de awkwardness spat er wel een beetje vanaf. Vorig jaar kwam ik ook nog een andere keer op de televisie. Twan Huis vroeg mij om aan tafel te komen zitten en te vertellen over het feit dat ik vorige maand 1 miljoen abonnees gehaald heb. Kelfam, I love you. Dat is leuk, dat vond ik fijn, ik ben daar gaan zitten. En vervolgens kreeg ik vragen naar mijn hoofd geslingerd. Is het een baan, is het werk, is het veel geld, bijvoorbeeld? Dit is serieus mooi. In 2014, 5 jaar geleden, zat ik ook aan tafel bij RTL Late Night. Maar toen was Humberto Tander nog. En toen stelde Humberto deze vraag. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk abonnees probeert te krijgen. Want als je veel abonnees hebt, dan heb je een verdienmodel, zoals het heet. Oké, met andere woorden, hoe verdien je geld ermee? 5 jaar later zit ik bij Late Night aan tafel. Met Twan Huis, wat overigens een zeer aangename en aardige man is. En hij stelt mij de vraag. Is het een baan? Is het werk? Is het veel geld, bijvoorbeeld? Is het een baan? Is het werk? Is het veel geld, bijvoorbeeld? Jongens, kijk even naar dit. Of kijk even naar dit. Of even, laten we even dit bekijken. Ja, ja, het is werk. Verdomme. We verdienen er inderdaad geld mee. Ik zweer het je, als ik ooit nog bij een talkshow zit en die vraag wordt gesteld, dan hou ik me niet in. 3 maal schepen zegt, dan is het gewoon klaar. Je vraagt toch ook niet aan een voetballer die bij Ajax speelt. Hey, verdien je nou geld met dat voetballen? Gast.
Oké, maar goed. Maakt niet uit. Maakt niet uit. De volgende vraag is nog mooier. Mag ik je vragen hoeveel je daarmee verdient per maand? Dat mag je vragen, maar daar ga ik geen antwoord op geven, dus... mag ik je vragen hoeveel je verdient? Ah, ik krijg altijd zeggen mensen tegen mij, als je bij een talkshow die vraag krijgt, moet je zeggen... Ik vraag toch ook niet aan jou hoeveel jij als presentator verdient? Kijk, en dat is een hele logische goede reactie. Alleen, ja, ik had gewoon geen zin om die guy te zijn die dan eigenwijs ging doen. Ik dacht, ik ga gewoon niet zeggen. Hey boy, look at me being fucking young and shit! Hoe hard is deze foto? This is me, as a little boy, just feeling the milk. En je bent niet de enige die dat doet. Er zijn nog veel meer. En we hebben een aantal van jouw succesvolle collega's gevraagd om jou toe te spreken. Kijk mee. Sorry, ik moet hier even wat van zeggen. Niks ten nadele van Twan Huis. Niks ten nadele van... Ja, wel een klein beetje ten nadele van de redactie, ja. Heel even, maar ik lig er niet wakker van. Maar ik wil toch even dat dit duidelijk is. En dat jullie ook even weten hoe dat werkt. Op het moment dat je 1 miljoen abonnees haalt, dan denk je bij jezelf... Hé, een speciale video, dat zal leuk zijn, want we hebben iets te vieren. Dus ik heb met mijn team overlegd en ik zei... Luister, ik wil misschien wel zo'n felicitatievideo, maar dan wil ik het even anders dan normaal. Ik wil niet dat iedereen... Bedenken jullie maar hoe het moet. Toen heb mijn team, mijn management en mensen om me heen hebben bepaald... Ah, misschien is het leuk als mensen dan een soort roast of zo insturen, weet je wel. Dat is te lachen. Beetje het omgekeerde wereld, blablabla. We hebben allemaal mensen benaderd. Superveel werk. Iedereen heeft wat ingestuurd. De editor heeft het allemaal bij elkaar gezet. Ik heb hem van tevoren gezien. Kijk, dat ging zo. Yo, mannen van Stuk TV. Weet je waar het goede gat zit? Yo! Die video kwam om 7 uur 's avonds online. Iedereen was enthousiast. Ik was super blij ermee. Ik was echt oprecht verrast over hoe hard al die roasts waren. En dan zit je 3 uur later bij Twan Huis aan tafel. En dan zegt hij, wij hebben een aantal van jouw succesvolle collega's gevraagd om wat... Het klopt niet. En het is niet om iemand af te zeiken of zo. Maar ik wil gewoon even de waarheid op tafel hebben. Het klopt niet. En mijn reactie hierop is ook mooi. Want ik wist niet dat ze het zo zouden aankondigen. Kan dit weer op jouw kanaal, wat je hier ziet. Kun jij dit gebruiken en het is weer een filmpje van morgen? Ja, ik... Kan dit op jouw kanaal? En dan is het weer een filmpje van morgen. Het stond al 3 uur online. Het was al 500.000 keer bekeken. Maar op een of andere manier weten ze het niet bij de redactie. Ze hebben geen internet daar of zo, denk ik dan. En dan komen we aan bij het moment waarop ik de vraag krijg die ik het liefst altijd wil krijgen. Namelijk... Hey, wat vind je eigenlijk van ons? Als in... De televisie. Wat vind jij van de televisie? Oké, krijg ik echt de mogelijkheid om die vraag te mogen beantwoorden? Oké, let's fucking do this, man! Ik doe wel stoer, maar ik zat daar wel eventjes te denken... Oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet allemaal mensen boos maak... door uit mijn plaat te schieten? Ik weet niet eens meer wat ik zei. Gewoon het ouderwetse televisie maken? Ja, wel een beetje... Ja, steeds meer, ja. Kijk dan, ik hakkel over mijn woorden. Ik vind het gewoon... achterhaalder worden. Ja, serieus. En ik vind ook... Ja. Yep. Wat een lulverhaal, Kelvin. Wat een lulverhaal. Ik wil nog 1 ding duidelijk maken, namelijk... ik vind het gewoon leuk om even kritisch naar dingen te kijken. En als ik dit zo terugzie, SBS, en ik zie RTL Late Night... en dan denk ik terug aan vorig jaar, dan denk ik... ja man, dat was echt een fucking episch jaar. En ik wil nog 1 keer zeggen, ik ben super dankbaar. Dus abonneer even op mijn kanaal, dat zou ik fantastisch vinden. Ik beloof dat er komend jaar fucking epische shit aan zit te komen. En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen, namelijk... Hey Google, vertel eens een mop. Hoe pleegde de hond de bankoverval? Hij gebruikte zijn blaffer.